vlak voor de verkiezingen. Mieux vivre, Dordogne, Péricard, le pays de l'homme. Mieux vivre, beter leven in de Dordogne, het land van de mens. Het symbool van de stier. Het symbool van het zich eeuwig regenererende van vader en moeder natuur. Dat ziet u wel. Laten we proberen Jofra's licht vast te leggen. Maar dat is moeilijk. Wauw. Leur Dordogne. Het lichte licht van Johannes Franciscus. Plekjes, mysterieuze, sprookjesachtige decors van vader en moeder natuur. Als men vader en moeder natuur in mei mag meemaken in de Dordogne, ja, dan is men toch wel een boffer, hoor. Jongen, jongen zeg. Alles staat op overvloedige energie-explosie. Op weg naar Johannes Franciscus, oftewel Jofra, die al sinds enige jaren hier woont, werkt en schildert. En hoe zeg? Aangekomen op het plekje waar de heer Jofra en zijn vrouw Ellen Lorien ademhalen. Schitterende plek. Werkelijk verbijsterend in harmonie met de directe omgeving. Ikzelf vind het meer spannend omdat ik altijd met low budget om meer programma's te maken zo mogelijk zijn. Ja. Dat vind ik interessant, omdat met bakken geld en vind ik interessant om. Hij had graag een opleiding gehad als schilder, maar hij kwam uit een arm gezin, dus hij moest geld verdienen. Met zijn broertje en zusje, een grote gezin. Nou, er is er nooit iets van gekomen dat hij echt als beroepsschilder is. Nou, toen had hij zich voorgenomen dat wat hij niet kon, dat moest zijn zoon dan wel kunnen. Hè? Ja, precies. Ja, dat een soort revanche. Ja. Nou, naar de academie. En ik mocht even wonen thuis bij mijn ouders. In loopbomen. Ja. En wat heeft u, want u heeft het dus over dat hier een wat hele. Heeft u zelf ook iets met genezing of zo? Of met genezen? Ik heb me helemaal op het schilder gezien. En wat is uw verband dan met deze plek, naar uw gevoel? Tja. Ten eerste word ik sterk geïnspireerd door deze plek. En ten tweede komen hier een heleboel mensen die van mijn werk houden. Die dus op dezelfde golflengte zitten als waar ik schilder.
En uit die centra komen ze hier in de galerie. Ja. Ja, dat is ook allemaal gegroeid hoor. Ja. Ja. Ik heb heel lang in Amsterdam gewerkt, met een galerie, 6 jaar. En die scheden mij uit. En daar had ik een contract mee. Een exclusief contract. Dus ik mocht niet buiten de galerie omverkopen en tentoonstellen. Hij deed alles voor me. Dat is natuurlijk erg prettig en je kreeg regelmatig checks op de bank en zo. Maar op een zeker moment scheed hij er mee uit. Dus toen moest ik iets doen. En al mijn werk had hij aangekocht. Nou, en toen weer zo'n grote tentoonstelling gehouden in Périgueux om bekendheid te krijgen. Toen hebben we hier een galerie opgericht. Om contact weer met een publiek te krijgen. Ja. Nou, dat is fantastisch gegaan. En uit die tijd dateert eigenlijk ook het aankomen van al die mensen hier. En het oprichten van de centra. Dat is 10 jaar geleden of zo? Ja, nog niet hoor. Het was, even kijken, het zat in 84 hebben wij die tentoonstelling gehouden, mijn vrouw niet. Ja, 4 jaar. En het is heel snel gegaan, de hele zaak zit zo in een stroomversnelling op het ogenblik. Fantastisch. Ja. Maar dat is volgens mij niet alleen maar hier, dat is op meer plekken. Dat is overal. Ja. Dat is overal. Stroomversnelling. Want Frankrijk is heel lang achtergebleven gebied geweest op ecologie. Ja. Nu nog op ecologie, maar alternatieve sector. Wat er nu gebeurt hier, dat is fantastisch. Wat gebeurt er precies? Overal centra, waar stages gehouden worden. Uh-huh. Stages, dat zijn dus, hoe zou ik zeggen, lessen, cursussen. He, dus het zijn communes waar de mensen tijdelijk wonen en er komen allerlei leraren en dat is op alle gebieden. Dus acupunctuur, horoscopie, maar ook de vechtsporten, yoga. Boeddhisme dus ook. Ja. Kleurentherapie. En het typische is, het is nu niet meer vanuit bepaalde denkrichtingen. Niet meer extra antroposofisch of theosofisch of soefie of zo, maar het is volkomen open en universeel. Dat is een beetje, dat is dit sowieso de trend volgens mij, hè? Dat het een beetje openbreekt. Ja, het breekt open. Ja. Ja. Mensen stappen uit die ja. De tijd van de schooltjes is voorbij. Hè? Die hebben hun taak gehad. Ja, en dat is logisch, want iets wat moet doorbreken, dat moet eenpuntig zijn, hè? Dat moet hard zijn. Een punt, een mes. Een, hè? Moet ook erg beperkt zijn in zijn filosofie, anders kan het geen kracht doen. En ik kan niet zeggen dat is waar en dat is ook waar. Nee, ze moeten één waarheid verkondigen, anders komen het niet ver. Hè? En op het ogenblik gaat het zo. Ja. Vroeger ging het zo. Ja. En dat zie je steeds meer. Hè, er wordt niet meer gevraagd van welke godsdienst ben je of waar kom je vandaan. Maar wat is je interesse en wat is je instelling vooral? Je geest, je geesteshouding. En daarin krijg je nou een splitsing hè, van mensen die meegaan. Met de nieuwe tijd en mensen die achterblijven. Dat is zoiets mafs, ja. Dat kan ook als niet anders natuurlijk. Dat kan niet anders. Doorgroeien met de groep. Ja. Het is net als een auto die in een hogere versnelling wordt overgeschakeld. Hè. Die gaat kraken en die heeft moeite. Hè. Traagheid. Traagheid. Een heleboel mensen die kunnen dat niet hebben. Of ze worden gek ook, hè. Ja, dat zie je ook veel. Veel mensen ziek in de psychose terechtkomen. Ja. Het is echt wat je meemaakt, dat is wat we vroeger in theorie geleerd hebben van die Aquarius era. Ja. Van de nieuwe tijd. De vroegere theorie. Ja. Een nieuwe geest die ook. Leuk is dat, hè? Ik heb ook zelf het gevoel dat ik het. Ja. Kent u ook dat netwerk van die wereldmeditaties? Er komen om de 4 maanden wat doen ze met de onderzoek mee gestart. Doe ook aan mee. Dat lijkt ook een enorme kracht in proces zijn, want die schieten als paddenstoelen uit de grond. Ja, mensen ik heb het in Hilversum ook, iedereen kwam op de stroop af als het ware. Ja. Het is honger. Dat is helemaal rijk daarvoor. Hè? Het is geen organisatie die dat gaat organiseren. Nee, de mensen die worden magneetwerking. Ja. Het gebeurt. Het gebeurt, ja. Het gebeurt. Het. Het is in beweging. Ja. En hoe geeft u hier die vieringen van de 21ste over? Peace the 21st en je Harmonic Convergence was er en de Earthling. Ja, die zijn zo. Een heleboel, hè? Ja. Welke? Ik ben de tel kwijt. Ja. We hebben hierboven op het kasteel ook zo'n bijeenkomst gehad. Op wel wat voor datum? Slijmen dood, dat is ook al een jaar geleden. Uh-huh.
He, dat was ook zo'n viering over de hele wereld. In augustus waarschijnlijk. Ja, het was hier met zonsopkomst. Harmonic Convergence was dat waarschijnlijk. Ja, overal met zonsopkomst, zodat het een cirkel werd om de aarde heen. Ja, ja. Dan weet je het wel. Ik was daar ook bij, in Frankrijk, op een andere plek. Ja. Maar het was wel fantastisch, ging het goed. Maar leuk. Neemt u nou ook zoiets, ik heb af en toe het gevoel misschien dat enorme bereidheid bij mensen, als we nou dat toch daarover hebben, om dat bij elkaar te komen. Maar ik voel ook iets van dat het nog een enorme moeite is om een vorm te vinden waarin het tot daden omgezet kan worden. Ja, dat is natuurlijk. En dat is vooral ook hier in Frankrijk, want de Fransen die zijn wel enthousiast, maar ze kunnen niet organiseren. Precies. Het is een chaos en praten en kletsen en niks uit hun handen. De wil is zo goed, hè? Precies. Ja. Maar ja, het komt toch hoor. Op een andere manier, wat langzamer. En dat is de moeilijkheid als je hier moet wonen. Als je gaat immigreren, dan trek je haar uit je hoofd. Je kunt niks van de grond krijgen. Nee, en want de Nederlanders die organiseren, dat weet je op zijn Duits weten. Dat gaan we doen en dat gaan we doen. En de tijd verknoeien met dat en niet experimenteren, maar eerst nadenken. Als ze doen, maar die beginnen maar. En dan kijken ze wat het ervan wordt. Ja. Het heeft wel eens heel spontaan. Het heeft echt iets. Ja, spontaan. Ze zijn spontaan. Maar het viel mij dus op dat er veel gebloot werd, wel hartstikke gezellig hoor, maar, en dat mensen heel erg bij elkaar, maar niemand nam de moeite om zeg maar hun energie te bundelen om iets van laten, al is het samen een dans, bij zo'n spreken. Nee. Het is allemaal toch een beetje individueel, wel heel interessant natuurlijk, maar dat frustreerde mij, merkte ik. Natuurlijk, omdat het jouw stijl niet is. En voor de Fransen is het ook niet erg, want die zijn zo, maar als je hier je dus wil gaan integreren en je gaat hier wonen en zo en je hebt met de Fransen te maken, dan moet je echt aanpassen, je kunt de Fransen niet omturnen. Nee. Dan moet je weg. Dan moet je gewoon weggaan, dan hoor je niet. Je kan zich daar heel makkelijk in die sfeer... Misschien omdat we schilder zijn. Maar in ons persoonlijke leven zijn we toch wel anders hoor. Ik bedoel, niet Frans, want trouwens Ellen vooral, die kan dat helemaal niet. Die wil keurig, die wil echt een... Ze zegt ook, dat is mijn kosmos en dan wil ik in harmonie hebben. Nee, ik kan niet leven in een rotzooi. Dat valt ze heel makkelijk. Nou, het zal ook wel individueel verschillen. Ja, natuurlijk. Je hebt ook keurige Fransen, hè? Maar ik trek hier nou een algemene lijn. Een beetje een bohemianerige levensstijl. Het is niet voor niets dat de Nederlanders zo francofiel zijn. Dat is de andere kant, hè? Ja, de Nederlander die voelt zich in een keurslijf in Nederland. Ja. En die moet zich helemaal richten naar een patroon. Terwijl hier voelt hij zich in Frankrijk. En dan gaat hij zich ook aanstellen, gaat hij zich te buiten. Wat de Fransen ook helemaal niet leuk vinden. Nee, dat vinden ze vrij. Want die zijn zo burgerlijk als de pest vaak. Die vinden dat helemaal niet leuk als ze dat aanstellen van de Nederlanders. Ja, want ik merk dat inderdaad steeds de afgelopen jaren, dat ik steeds weer in een soort wisselwerk tussen Nederland en dit gebied van Frankrijk, de bergen, zeg maar. Kom maar, steeds, het zijn twee werelden. Het zijn twee werelden. En ik wil ze in harmonie brengen ofzo. En ik merk dat het... is heel moeilijk. Zo zit er nu ook weer in eigenlijk. Ik weet niet of het kan. Je kan alleen maar jezelf in harmonie brengen, gewoon al ademhalend op de plek in het decor waar je op dat moment al dan niet bent. Gewoon wat je nodig hebt. Hè, exact. Maar eigenlijk voel ik dat die ook elkaar zo aanvullen of zo, Maar je hoort ergens bij, ik bedoel, je hebt je wortels in een bepaald gebied, heb je afstamming en zo. Ook al hang je nog zo los tegen Nederland. Het hele gekke is, het Nederlandse gevoel is mij onbekend. Wat is nou het Nederlandse gevoel? Als iemand mij dat vraagt, dan zeg ik, daar sta ik echt met mijn oren te klapperen. Nou, ik heb er wel een beeld van. Nee. Ik heb er wel een beeld van. Ik persoonlijk niet. Ja. Maar als je dan al zes keer misschien de planeet... Ik heb Nederlanderschap hier ontdekt. Ja. Waarschijnlijk, gaat zo werken, denk ik. Ja, want toen ik kind was, wilde ik altijd naar Frankrijk. En toen ik 7 jaar was, had ik een brandbriefkaart van de Promenade des Anglais in Indisch boven mijn bed hangen. Want Frankrijk, dat was voor mij het. Hè, hier van. Maar toen ik ouder was en kwam de oorlog, dan kon ik niet weg. Ja. Maar direct na de oorlog, toen, doordat ik allemaal spulderijen verkocht had aan de Amerikanen, had ik wat geld. En toen zijn we direct gaan immigreren. Hè? Eindelijk. En ademhalen. En iedere keer als ik in Nederland kwam, voelde ik me benauwd. En dan had ik heimwee naar Frankrijk, daar voelde ik me meer thuis. Nu nog voel ik me in Frankrijk meer thuis dan in Nederland. Ja. Maar mijn type, mijn wezen, een beetje zwaartillendheid, mijn zorgelijkheid. Mysticus. Het mystieke. Ook in mijn werk, de fijne techniek, het verzorgde, is typisch Nederland. Zo typisch Nederland. En dat merk je dus als je hier de schilders ziet en als je hier exposeert hoe ze tegenover je werk staan. Ze kijken er heel vreemd tegenaan, hè? Tegen dit soort dingen. Ook het fantastische.
Ja, als je rekent dat als ik een faun schilder, dan noemen ze dat een duivel. Ja, dat heb ik gelezen. Ja, nee, ik bedoel... Ja. Maar zou dat niet zijn omdat ze hier nog een ontzettend sterke ze zijn geprogrammeerd door de katholieke kerk. Terwijl ze in de kerk zijn. Dag. Ik zal hem even uitzetten, 2 seconden. De type mens, hè, het is hier de streek in Frankrijk waar je het beste eet. Deze streek? Ja. Het is wel gevaarlijk, want het is een ontzettend zware keuken met heel veel vetten, ganse vetten en al die dingen meer. De foie gras en truffels. En, ja, hè, maar het is bekend hier als de streek van de smulpapen, van de lekkerbekken. Ja, ja. En je ziet ook, de man voor zijn 30ste heeft hij al een buik hier. We eten vet, dat is waar. En u zelf doet er niet aan mee? Nee, dat kan ik niet. Trouwens, we zijn vegetariër, dus nee, daar moet ik niks van hebben. Het is een zware gedoe. Maar het tekent wel de bevolking, zou van lekker eten. Ja. En er zijn meestal moeilijke mensen. Ja, het zijn geen fanatici. Ja. Meestal wel. Ja. Dat betreft, ja. Nee, En bent u hier dan neergestreken na een aantal ontzwermingen door heel Frankrijk? Het is eigenlijk zo gebeurd dat ik was gebleven dat ik dus die schilderij had gekocht en naar Frankrijk ben geëmigreerd. Hè. En omdat ik dus droomde van de zon en van het zuiden en van de kleur en van de vrolijkheid, als reactie eigenlijk. Nou, toen zijn we... hebben een stuk grond gekocht in Hiessen. We hebben met afvalhout van Vijzelflat in Amsterdam een huis gebouwd. En op een zeker moment kwam een schoonmoeder, die was invalide, die kwam bij ons wonen. En die is door Ellen heel lang verzorgd. Want de ziekte van Parkinson was een hele zware tijd. We zaten daar heel moeilijk, het was bijna niet te bereiken. Dus het is een steile berghelling. Wagens met bouwmaterialen konden er niet meer eruit als ze eenmaal beneden waren, dus we kregen geen materiaal meer. Moesten we zelf doen, we moesten alles van de Vézère en zijn rivier van de Dordogne. Toen zijn we door het Massief Centraal naar het westen gegaan. En toen kwamen we hier aan bij Le Moustier. En toen zeiden we, dit is het. Helemaal. Het was een soort herkennen. Het was van binnenuit als hier naar. Misschien heeft ze hier vroeger geleefd als Cro-Magnon of weet ik veel, die andere talen. Maar ze had het gevoel dat ze hier echt gelukkig was geweest en dat het helemaal er thuis was. Ik kwam thuis. Nou, zelf had het niet. Wat? U zelf had het niet. Ja, ik vond het ook fijn, maar niet een herkennen zoals zij. Hè? Nou, en toen kwamen we langs een huis en er stond de huur, of de koop, aan de rivier. En toen gingen we naar de makelaar in Montillac. De adres stond erop. En die zei, ja, dat is jammer, want het is net gisteren verkocht aan een Engelsman. Maar ja, ik heb nog verschillende andere dingen. Toen heeft hij met ons rondgereden. Ja. En we zei, nou, dan staat er nog één in de buurt van Plazac, een molen. Om te openen, voor een openingswoord. Dan zei ik, nee, ik ben al zo lang uit, ik ken niemand meer. Zei, nou, als we het Heijn Steenhouwers niet te doen, de kunstcriticus uit Haarlem. Ik kende hij niet. En hij heeft het ook voor Johan Hermsen gedaan. Ik zal hem eens even opbellen. Nou, toen kreeg ik Hein aan de lijn. En hij zei, ja, Jofra, ik ken jou wel. Want toen ik mijn eerste kritiek schreef, toen ik pas bij de redactie was, was over jouw tentoonstelling in Alphen aan de Rijn. Mooie aanleiding. Hè? Ja. Maar ik wil wel jouw huidige werk zien. Nou, ik had net een tentoonstelling gehad in Parijs. En het was een flop geworden. Ja. Maar het werk stond al bij die galerie in Parijs. En toen hebben we het gehaald. En gebracht naar het oude atelier in Den Haag, boven mijn ouders. En daar kwam Hein Steenhouwer. En zo is dat contact begonnen. En Hein die kende andere schilders. En die heeft een groep van metarealisten gevormd. Dus 7 schilders. Om een doorbraak te bewerkstelligen tegen het embargo van de kunstcritici en de musea. En dat was dan een rondreis tentoonstelling door 7 musea, het begon in Amersfoort. Maar de meeste musea hebben het af laten weten. Terwijl ze wel die afspraak gemaakt hadden, omdat ze zich zouden compromitteren. Behalve het in Delft, het Prinsenhof, daar is het doorgegaan. En de directeur, conservator, heeft toen zijn spijt betuigd tegenover zijn collega's dat hij het heeft laten doorgaan. Zo ging het. Maar het was wel een groot succes. En... Want ik heb zelf veel contact met Ram en ik herkende dus heel veel in, maar wat...
die ridder, die of wat is met dat ding, die loopt een beetje te klungelen of die gaat een beetje te hard? Of wat is de symboliek precies daarvan? Nou, de ram is dus het eerste teken van de Syrie. Hè? Ja. En nou heb ik dus als leidraad de ontwikkeling van de ziel door de tekens heen. Ja. Dus dat is een cyclus. Dus de onbewuste ziel begint bij het eerste teken. Vandaar heb ik dus de ram als een primitieve ram gezien. Ieder teken heeft dus zijn primitieve uitingen, maar ook zijn hoogontwikkelde mensen. Ja. He, dat is logisch, ja. He, want het is een spiraal eigenlijk, ja. De dierenriem. Het is geen zeg maar een spiraal. Ja, het groeit verder. Ja, ieder teken komt op een hogere spiraal terug, al naar de... Statisch, want het is Saturnus, he? Dus het is een statische... driehoekscompositie, een rots. He, het kristalliserende van Saturnus. He, Saturnus. Dus de structuur van het mineralenrijk valt onder Saturnus. Dat is de heerser over de steenbok. Ja. En verder, de steenbok overwint de weerstanden. He, dat is dus degene die omhoog klimt, die ja. Dus realiseert. Ja. 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 En Saturnus zelf zit in zijn koortje, in die rots, als vader tijd. Ja, inderdaad. Ja. En de meeste mensen zien het niet, maar de vlek die gevormd wordt door de achtergrond en de omgeving, vormt een doodshoofd. Dat kan je moeilijk zien. Moet goed kijken. Kijken met zijn goede ogen. Dus. Ja. Maar ja, die dierenriem, nou ja, daar ben ik dan bekend door, maar dat is maar één klein facetje van mijn werk natuurlijk. Maar het is in die zin... Het leven van de hele mensheid. Die hebben we eraan gebouwd, maar nou, je hebt misschien van Jung gehoord. Ja. Jung die heeft daar een grote studie van. Ja. Maar neem nou het vaderfiguur. Iedereen heeft een vader gehad. Dus de vader is sowieso een archetype. Ja. En de moeder is ook een archetype. Ja. He, en dan in de cultuur krijg je dus God de vader en de oermoeder. Ja. He, dus als projecties, kosmische projecties van principes die in ieder mens leven. Ja, precies. En wat voor principe vertegenwoordigt de figuur? Die ik ook op die Unio Mystica heb, geloof ja. Ik. Dan zie je aan de linkerkant, in de hoek, zie je zo'n mannetje zitten met een knuppel. Met korte beentjes, geloof ik. En met zo'n lang lijf. Ja. Met zo'n knuppel. En dat figuur, wat staat dat voor? Dat heb ik mezelf nog niet bewust gemaakt, hoor. Nee. Maar ik ken dat figuur of zo. Ja, maar dat is dan duidelijk een archetype. Vaak zijn ze niet met je verstand te benaderen. Nee. Er zijn figuren die een schok geven van herkennen. Ja. En dat je niet weet waarom. Nee, dat gaat zo diep, dat collectief. Ik heb heel veel reacties gehad. En dat maakt ook de reactie van dit soort werk zo hevig. En er zijn mensen die bitheet worden op die schilderijen. Die kwaad worden, die zou willen vernietigen. Omdat er ergens een rapport is met iets wat ze zelf verdrongen hebben. En wat ze voorgeschoteld krijgen. En ze vechten ermee. Ik heb een heel sterke ervaring gehad op dat gebied. We hadden ik was jarenlang lid van de Haagse Kunstkring. En toen hadden we geen eigen gebouw. En toen hebben we dus bij de kunsthistorische documentatie op het toernooiveld, wat toen nog op het toernooiveld was, hebben we de zaal mogen gebruiken. Maar omdat het een openbaar gebouw was, een archief, mocht het alleen maar open zijn tussen de middag als er iemand in de portiersloge zat van ons. He, want anders kon het gebouw niet open. Het moest gesloten zijn tussen. Dus op mijn tentoonstelling zat ik in die loge beneden. Toen kwam er een man. Die kwam, tussen de middag was dat, het stamp vol van kantoormensen die schaloos rondliepen. Kwam er een man met een regenjas aan. Op een gemiddelde leeftijd, lang, maar. Stiefelde naar boven. Kwam 2 minuten later naar beneden. Briesend. Er rukte de glazen deur van het portiershokje open. Bent u de schilder? Ja. En dan kon hij juist woorden komen. Hè? Zo kwaad was hij. Dat was niet mag. Dat was onmogelijk. Dat mag niet. Dat is schande. Schande, schande. Hè, rennen. En al die dingen hebben een functie. Zolang ze dus de mensen in beweging houden. Of ze hem nou mooi vinden of leren. Maakt niks uit. Als het maar een reactie is. Ja. Als ze het onverschillig laten, dan is het werk niet goed eigenlijk. Hè? En heb je ook nog zoiets voor jezelf van, dat is nou het hoogste wat ik zou kunnen bereiken met mijn schilderkunst of zo? Of denk je daar niet over na, dat soort dingen? Het is altijd een streven naar een doel wat je niet bereikt. Je staat altijd op je tenen. En
En als schilderij af is, zeg je, nou, ik kan het niet beter maken, anders ga ik het verpesten. Met volgende maak je dan beter. Ja, ik bedoel, het is altijd, je werkt naar morgen toe. Ja. En je hebt altijd het gevoel dat je nog moet beginnen. Ja. Want de horizon die wijkt, naarmate je verder komt, wijkt de horizon. Ja. Nou, omdat ik zelf wel eens van mij dat was gevraagd, dat zou naar de hoogste omdat ik zelf gedichtjes willen schrijven. Ja. En toen dacht ik van ja, als iemand totaal in extase zou kunnen raken van mijn werk. En dat lijkt mij een soort hoogste wat je kan bereiken. Ja, dat geeft natuurlijk de hoogste voldoening. Ja. Een slecht schilderij, of tenminste naar je eigen oordeel, een slecht schilderij wat een vreselijke reactie bij de mensen heeft zijn functie. Heeft een heel grote functie. Maar daarmee hoeft er nog geen goed schilderij te zijn. Ja, ja, precies. Maar wat is dan een goed schilderij? Dat weet je niet. Ja, ja. Wat is een goed schilderij? Ja. Welke norm leg je? Ja, welke norm? Wat er gebeurt met de mensen die ermee in aanraking komen? Dat is een norm. Ja, dat is een norm. Dat is een norm. Want in die zin kom je ook op de vraag, wat is de functie van kunst eigenlijk? Ik bedoel, ik word er zelf niet zo in die kunst... Nou ja, ik begrijp het. Nee, de kunst heeft functie, net zoals alles een functie heeft. Nee, ik bedoel, het is een uiting, net zo goed als iedere uiting een uiting is. Alleen, de kunst heeft een veel grotere draagwijdte vaak. Neem nou een schilderij, dat blijft bestaan ook, al is de maker al lang dood. Ja. Het is een grote verantwoordelijkheid om een schilderij te maken. Ja. He, want alles wat in je leeft, goed, het leeft in je en dat kan vernietigend werken op je. Maar als je het gaat schilderen, dan laat je het los, dan krijgt het zijn eigen leven. Maar is voor u schilderen primair het uiten van uzelf of is het ook een behoefte aan communicatie op reactie van de toeschouwer? Nou, primair uiten van mezelf, maar de communicatie is wel heel belangrijk. Ja. Heb ik ook eerlijkheidshalve van schilders die zeggen, ik schilder alleen maar voor mezelf en het publiek kan me geen donder schelen. Ja, precies. Ja. Geloof ik niet. Nee, geloof ik ook. Als die mensen op een onbewoond eiland zouden geplaatst worden met het idee dat ze daar voor eeuwig zouden zitten, zouden ze dan nog schilderen? Dat is de vraag. Dat is voor mij het criterium. Ja. Ja. Ik bedoel... Ze hebben vijanden niet. Ik begrijp heel goed dat ze zo reageren. Ze kunnen niet anders. Gezien hun... Ik heb op de academie alles geleerd wat zij in praktijk brengen. Ik weet hoe ze denken. He? Sinds Mondriaan en het cubisme is de voorstelling eigenlijk alleen nog maar een aanleiding om een schilderij te maken. Maar een rem. Ik heb beter geen voorstelling. Ik zou een lezing kunnen houden over abstracte kunst. Dat iedereen dacht dat ik abstract schilder was. Ja. Omdat ik precies weet hoe ze denken. En ze hebben gelijk van hun standpunt af. Uh-huh. Ja, maar ik kan zo niet werken. Ik ben anders en daarom werk ik anders. Mooi, maar ieder zijn eigen recht. Ik hou erg van abstracte kunst. Nee. Hij is erg belangrijk, geloof ik. En het is een heel wonderlijk figuur geweest. Maar hij ergert mij een beetje. Ja? Ja. Op waarom? Artistiek hoor. Ik bedoel niet als persoon. Ja, als een mysticus en een extaticus was dat. Maar de wijze waarop die tekent dat neoclassieke aan de ene kant en het een beetje amateuristische aan de andere kant. Dat strijkt mij een beetje tegen de haren. Nou, dat is zuiver persoonlijk. Maar dat is geen oordeel over Bleek. Nee, het amateuristische zit hem in de techniek. In de techniek. Hij had geen techniek. Ik vind hem juist zo knap, ik heb geen verstand van hem, maar ik vind hem juist zo knap, die lichaam. Hij heeft zijn hele leven geëxperimenteerd met allerlei gekke technieken door elkaar. Ja. Hij heeft geëxperimenteerd met kleuren drukken, met kleuren etsen, met alles. Maar hij is nooit tot een echte, uitgewogen, gefundeerde techniek gekomen. Maar dat is juist een groeiende in. Ja. En verder wat zijn lichaam betreft, dat is academisch. Dat kan je zien, dat heeft hij geleerd op de academie van de anatomieboeken en zo. Ja. En van klassieke beelden. Ja. Maar het leeft niet. Het leeft niet. Nee, maar mijn wortels is de Italiaanse Renaissance eigenlijk. Mijn grote meester is vroeger al een naam. Welke lijn is dat? Van het fantastische realisme, of eigenlijk van de fantastische schilderkunst. Het, de oudste vormen die. Die zijn dus de miniaturen van de Verluchtingen en Jeroen Bos. En later heb je dus Bleek gekregen, Fuseli, dan gaan we door, Goya. Tot de surrealisten toe, tot een Dalí toe, een grote liefhebber van Dalí ook. En Fuchs, de Weense school, Fuchs in Amsterdam en zo. Sommige Italianen, de Chirico en verder Paul Delvaux.
Hein Steenhouwer, die zelf een mysticus was en occultist, die haalde dat erbij. Maar de andere leden van de groep, zoals Johan Herms en Victor Lindford, die zijn toch heel anders. Over dat occultisme, bestaat u met mystieke dingen bezig, maar waaruit bestaat het nog meer dan behalve mystieke boeken lezen? Doet u nog andere... Oh, ik lees bijna helemaal geen boeken. Ik heb er geen geduld meer voor. Ik heb vroeger veel gelezen, maar het is allemaal stenen voor brood voor mij. Want uiteindelijk, om nou op Christenmoerdje terug te komen, daar gaat het niet om. Het is goed. Meiring die noemde dat de oude familiepapieren doorkijken. Dat is belangrijk natuurlijk in het begin, dat je op de hoogte raakt van alles wat er gaande is. Maar daar gaat het niet om. Het maakt in wezen geen verschil of je inlaat met astrale gebieden of met de stoffelijke wereld. Het is ook een soort wereld, net als deze, met zijn eigen problematiek. Ja. En deze wereld is al moeilijk genoeg. Als je er nou nog een paar werelden bij neemt, wordt het steeds moeilijker. Dus wat dat betreft... En hoe bevredigt u nu uw mystieke behoefte? Ik vraag me af of mystieke behoefte heb. Ja, weet ik niet. Omdat het is... als je behoefte hebt, dan is het altijd iets wat je mist, hè? Ja, en u mist niks. U mist niks. U bent niet... Het is een verder gaan... Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Voor mij is de ware mystiek een staat van zijn, niet een streven, niet een bezigheid, maar een zijnstaat. En die zijnstaat is logisch. Ik bedoel, je bent zo, of je bent niet zo, maar je streeft niet naar een andere zijnstaat. Ik streef ook niet naar bewustzijnsverruiming. Nee. Niet in de zin van actie, maar ik wil begrijpen. Ja. Ik wil voor alles in harmonie komen. Met het zijn, zoals maar dat is het geven. Ja, in zekere zin wel, ja. Maar niet langs een bepaalde methode, maar alleen maar, net zoals, ik kom nogmaals op Christenmoerdje terug, door alert zijn, door gewaar zijn, door steeds meer to the point te komen. En jezelf vooral te leren kennen in je begoochelingen, in je flauwkul. Ja. En put u daar bevrediging uit die... Moet wel dan. Bevrediging? Ja. Ik vind het woord bevrediging zo mooi. Loutering? En weet je waar ik bevrediging in vind? In schilderen. Ja. En daar culmineert alles op. Dat is ademhalen voor mij. Ja. En dat is prettig zijn. Prettig bezig zijn. Ja. En dat is niet gescheiden met mystiek of zo. Ik schilder dus wie ik ben. Ja. En ik voel zoals ik ben. Ja. Het is... Ja, omdat u het ook had over dat het mystieke aspect in uw werk nogal de huidige kunstcritici een beetje afstoot. Ja, omdat mijn type zo is, en maak ik zulk werk. En dat lusten ze dan niet. En wat is het mystieke aan uw werk? Zou u dat kunnen omschrijven? Nee, dat moet ik niet. Want het zit hem ook niet in de voorstelling. Ook in de 18e eeuw gehouden hebben in Frankrijk. Hè, dat waren werkelijk bloedorgieën. Met kinderen te offeren en zo, met dat bloed. Rituelen te houden en. Je hebt ook een Satans Bijbel, hè? Dat staat ook. Ja. Een boek van Satan. Dat zal wel. Ja, en dat is de basisfilosofie. Waarin is dat het begeert. Dus je bent ook een keer naar het huis geweest van die Satanskerk. Waar die man een keertje apart misschien interviewen. Toen kwam ik er binnen, lagen de dames daar voor me klaar. Ja, natuurlijk. Maar dat was alleen maar een menulijst, zeg maar, met allemaal. Ja, zeg maar, seksuele inwijdingen, zeg maar, ook een soort sferen die je in de seksualiteit kunt ervaren, met een afgelopen. Ja, dan kom je op het tantrisme terecht natuurlijk, dat is zuiver het tantrisme, maar dat is geen orgie, hè, het tantrisme, want dat is zeer gedisciplineerd. Ja. Maar dat was hier niet. Nee. Dit was echt een mooi vormpje. Ja, maar dat is ook leuk, een seksclubje dus. Ja, een seksclubje, eigenlijk wel. In een mystiek saus. Dat is goedkoper ook, weet je niet. Maar... Ik ben erg geboeid door de elementaire wereld. Huh? En daar heb ik eens 20 schilderijen gemaakt van elfen. Dit zijn dus veeën. Dat zijn veeën? Ja. Maar hierachter dat, bijvoorbeeld zijn bloemen elfen. Die in... Kan je
het zien, John? Ja, ik krijg het in beeld. Ja, het licht valt erg van boven hier. Dus alles zal in de schaduw zijn. Dat niet direct naar het licht gericht is. Dat kunt ook hier. Nee, ze zitten nog niet vast. Maar dat beeld van de elfen, dat is volledig uw eigen fantasie. Precies, ja. Van de astrale etherische gebieden. En in hun eigen gebied zijn ze vuurbollen. In hun eigen gebied zijn ze vuurbollen? Ja, als een lichtende kern. Maar ze kunnen zich op een lager gebied, op stoffelijke, kunnen zich manifesteren. Door een krachtimpuls. Hè. Ze kunnen dus